Het verhaal van vandaag is ronduit verbluffend. Justin Smith werd nagenoeg vastgevroren aan de kant van een weg gevonden. Niemand dacht dat hij ooit nog zou ademen, maar de dokters gaven de moed niet op. Ze bedachten een waanzinnig plan om zijn leven te redden. Bekijk deze video om te zien hoe ze te werk gingen. Justin Smith. Justin Smith woont in Pennsylvania, een staat in de VS waar de winters buitengewoon streng kunnen zijn. Grote sneeuwstormen en extreme vriestemperaturen zijn er niet ongewoon en misschien had Justin beter moeten opletten. De 26-jarige student was op een avond in januari met een paar vrienden een biertje gaan drinken. Het vroor die nacht tot min 20 graden Celsius. Heb je ooit zo'n vrieskou meegemaakt? Dat is wanneer je adem nagenoeg bevriest zodra het je neus uitkomt. Het is extreem. Justin wilde naar de bijeenkomst omdat hij samen met zijn vrienden een goede vriend wilde herdenken die precies 10 jaar geleden was overleden. De vriend was betrokken geweest bij een auto-ongeluk en zat naast Justin in het voertuig toen ze crashten. Justin had het overleefd, maar zijn vriend had niet zoveel geluk gehad. Het was een speciale avond en hij was meer dan blij om die met zijn andere vrienden, die de vriend ook allemaal hadden gekend, te beleven. Rond 21:30 s'avonds besloot Justin dat het tijd was om terug naar huis te keren. Hij dronk de laatste druppel bier op en pakte zijn jas. Na afscheid te hebben genomen, stapte hij de deur uit, de vrieskou in. De ijzige wind ontnam hem de adem, maar hij liep rustig verder. Hij woonde niet ver van de pub. Het was een kleine stad en omdat hij wist dat hij zou gaan drinken, had hij de auto niet meegenomen. Maar opeens kreeg Justin een blackout tijdens de tocht naar huis. Hij weet nog steeds niet precies wat er gebeurd is, maar op een gegeven moment verloor hij het bewustzijn en viel op de grond, aan de kant van de weg. Blootstelling aan extreme kou, vooral in combinatie met alcohol in het bloed, kan tot onderkoeling leiden. Er is sprake van onderkoeling wanneer het lichaam sneller warmte verliest dan dat het kan produceren en de lichaamstemperatuur onder de 35 graden Celsius daalt. Hierdoor trekt het bloed zich langzaam terug naar de binnenste delen van je lichaam, waar je meest vitale organen zitten. Justin lag bewusteloos in de sneeuw en het werd steeds kouder. Omdat niemand hem die avond thuis verwachtte, sloeg niemand alarm. Pas de volgende ochtend, toen één van zijn vrienden zich zorgen maakte en Justins vader belde, merkte ze zijn afwezigheid op. Don, de vader van Justin, en zijn moeder Sissy waren ongerust. En Don liep van het huis naar de kroeg om te zien of hij onderweg iets zag dat naar zijn zoon verwees. En dat gebeurde, want hij vond Justin, bewusteloos en schijnbaar volledig bevroren aan de kant van de weg, bedekt met sneeuw. Wat een verschrikkelijk moment moet dat geweest zijn voor de vader van Justin, om je zoon zo te vinden. Don was er zeker van dat hij zijn zoon kwijt was. Hij was blauw in het gezicht, hij was levenloos. Ik checkte zijn hartslag, maar die was er niet, vertelde hij later aan de nieuwszender. Hij had zijn zoon vastgehouden en gehuild, in de veronderstelling dat dit het einde betekende. Hij belde ook zijn vrouw om haar te vertellen dat Justin er niet meer was. Ze waren er allebei kapot van. Het was uren geleden dat Justin ten val was gekomen en de kans was klein dat hij nog leefde. Toch werd een ambulance gebeld en de verplegers kwamen met spoed ter plaatse, samen met de politie en een lijkschouwer. Zij controleerden het lichaam van Justin en hadden weinig hoop voor de jongeman. Hij was waarschijnlijk tijdens de nacht overleden en er werd een onderzoek naar de dood ingesteld om het dossier op te lossen. De artsen besloten echter om hem nog niet op te geven. Hij leek niet gewond te zijn, maar had het vreselijk koud en bewoog natuurlijk helemaal niet, dus wilden ze hem naar een ziekenhuis brengen. Terwijl hij in de ambulance werd gelegd, begon men met de reanimatie van Justin. Met spoed reden ze naar het Lehigh Valley Hospital in Hazleton, Pennsylvania. Dr. Gerald Coleman, de spoedarts in het ziekenhuis, herinnert zich dat Justin binnenkwam. Je bent pas dood als je warm en dood bent, citeerde hij het klassieke spreekwoord op de medische faculteit over onderkoeling. Justin werd daarom met spoed naar de eerste hulp gebracht en na de eerste onderzoeken werd besloten om hem met een helikopter over te brengen naar het Lehigh Valley Hospital in Cedar Crest. Het eerste wat moest gebeuren was hem weer warm krijgen. In het andere ziekenhuis hadden ze een zogenaamde ECMO-machine of extracorporele membraanoxygenatiemachine en dat zou wel eens de redding van Justin kunnen betekenen. De machine wordt aangesloten op de belangrijkste bloedvaten, het bloed wordt verwarmd en van zuurstof voorzien, waarna het weer in het lichaam wordt gepompt. De ingreep is bedoeld om patiënten die een griepje of een hartaanval hebben gehad te helpen herstellen, dus helemaal niet bij onderkoeling. De artsen hadden het kaliumgehalte van Justin gecontroleerd, een mineraal dat van vitaal belang is voor de communicatie tussen zenuwen en spieren, ook in het hart.
Een hoge concentratie in het bloed zou betekenen dat de activiteit van de hartspier aanzienlijk wordt verminderd. In Justins geval zou dit betekenen dat zijn hart moeilijk weer op gang te brengen is. De test was echter normaal, wat het vermoeden van de arts bevestigde dat hij nog steeds een kans zou maken. Voor één keer volgde dokter Gerald Coleman dus zijn hart in plaats van zijn verstand. Niet bepaald typisch voor een arts om alle logica te laten varen en zijn buikgevoel te volgen. En het was een gok, een gek plan bijna, met weinig hoop. Maar hij wist dat hij het moest proberen. De kunst was om het lichaam van Justin langzaam weer op te warmen, want een te agressieve temperatuurstijging zou meer schade aanrichten dan goed doen en deze machine was hier misschien wel toe in staat. De ouders van Justin, die zich ook naar het ziekenhuis hadden gehaast, hadden zich op het ergste voorbereid. Justin was in principe urenlang bevroren geweest en er was weinig kans dat hij zou herstellen van de beproeving, zelfs met deze experimentele aanpak. Maar wonder boven wonder, na slechts 90 minuten aan de ECMO-machine gebeurde er een mirakel. Het hart van Justin begon weer te kloppen, zachtjes opgewarmd en gestimuleerd door de circulatie van het opgewarmde bloed. Langzaam ontdooide zijn lichaam en, omdat zijn vitale organen het zo koud hadden gehad, behielden ze hun functies. Het was alsof zijn lichaam in cryo-slaap was geweest en nu ontwaakte. De dokters waren verbaasd dat het krankzinnige plan gewerkt had. Bij het controleren van zijn lichaam bleek dat de meeste functies in orde waren. De enige fysieke schade leek bevriezing aan zijn tenen en vingers te zijn en enkele vingers moesten verwijderd worden. Voor de rest was zijn lichaam weer in orde. Wat een wonder! Maar hij was nog niet helemaal gered. Want de vraag was nu of hij ook weer bij bewustzijn zou komen. Er was een grote kans dat zijn hersenen schade hadden opgelopen door de vrieskou en dat hij misschien nooit meer volledig zou ontwaken, ook al functioneerde zijn lichaam. Gedurende 15 lange dagen lag Justin in coma. Iedereen was bezorgd dat hij misschien nooit meer bij bewustzijn zou komen. Maar toen werd hij plotseling wakker en zag dat hij omringd was door zijn familie en verplegend personeel, terwijl hij geen idee had hoe hij daar terecht was gekomen. "Het is alsof ik ontwaakte uit een droom, maar het was geen droom, begrijp je?" zei hij later. Natuurlijk was hij een beetje geschokt toen hij ontdekte dat hij zijn beide pinken en al zijn tenen miste, maar hij was vooral erg blij dat hij nog leefde nadat hij hoorde wat hem was overkomen. Hij kon niet geloven dat hij 9 uur lang in de sneeuw had gelegen terwijl het min 20 graden was en dat zijn lichaam zo goed als bevroren was, maar dat hij dit alles toch had overleefd. Het was een wonder dat Justin geen hersenbeschadiging had opgelopen en dat verbaasde de artsen nog meer. Als je kijkt naar de wetenschappelijke onderbouwing van wat er met Justin is gebeurd, was het echt moeilijk voor te stellen dat iemand op aarde dit zou kunnen overleven, vertelde dokter John Castaldo, een van de andere dokters die Justin heeft behandeld, aan de media. Blijkbaar was het lichaam van Justin op exact de juiste snelheid afgekoeld, zodat zijn lichaam zijn metabolisme evenredig kon vertragen. Dit betekende dat zijn hele systeem de kans kreeg om langzaam en goed af te koelen en de vitale delen van zijn lichaam te behouden. Uiteindelijk had zijn hart zijn laatste slag geslagen en stond het stil. Maar niet voor goed, slechts voor een poosje. En dat allemaal dankzij zijn dokters die het niet hadden opgegeven. Justin studeerde voor het ongeluk aan de Staatsuniversiteit van Pennsylvania en kon al snel zijn studie psychologie online vervolgen. Hij kon ook zijn favoriete hobby, golfen, weer beoefenen, ondanks het feit dat hij zijn pinken miste. Een jaar na zijn beproeving keerde hij terug naar het ziekenhuis in Lehigh Valley. Hij ontmoette het voltallige medische team en zag de mensen terug die destijds zijn leven hadden gered. Er werd een persconferentie georganiseerd, zodat de pers de gelegenheid had om vragen te stellen. "Deze zaak heeft me geleerd dat je soms op je gevoel moet afgaan, zelfs als alle logica anders voorschrijft," zei dokter Coleman over het gekke plan dat uiteindelijk het leven van Justin had gered. Justin was natuurlijk voor alle dokters en medisch personeel die betrokken waren bij de behandeling erg dankbaar. "Ik beschouw mezelf als een wonder," zei hij. "Ik heb geluk gehad. Dat is alles wat ik kan zeggen. En hij heeft gelijk." Justin is zowat de koudste persoon die volgens de medische wetenschap een dergelijke extreme onderkoeling heeft overleefd. Wetenschappers zijn nog steeds niet helemaal zeker hoe zijn hersenen ongeschonden zijn gebleven, maar Justins geval heeft nieuwe wegen geopend in het onderzoek van onderkoeling. De behandeling en het herstel van Justin waren in feite ongekend en veranderden de manier waarop patiënten met onderkoeling sindsdien worden behandeld. Natuurlijk zet het feit dat zijn hersenen nog functioneerden je aan het denken over andere mogelijkheden. Zouden we op een dag in staat zijn om uit te puzzelen hoe we een menselijk lichaam in slaap kunnen brengen, het kunnen bevriezen en het onbeschadigd weer wakker kunnen maken, eventueel jaren later? Wat klinkt als pure science fiction werd een beetje minder fictief door wat er met Justin gebeurde, vind je niet?
Geef deze video een duimpje omhoog als je ook blij bent dat hij dit bizarre incident heeft overleefd. En laat me in de comments weten wat je van dit verhaal vindt.